Fact Checker. Hallo, mijn naam is Gerard de Groot. Naar Hugo de Jonge is een hele belangrijke brief toegestuurd. Hier zie je de brief vlak voordat deze de brievenbus van PostNL inging. Paul Blokhuis is ook een hele belangrijke brief van gelijke strekking toegezonden. Daar zowel Paul Blokhuis als Hugo de Jonge via hetzelfde postbusadres te bereiken zijn, zijn beide brieven gezamenlijk in dezelfde envelop verstuurd. Er is een postzegel met Willem-Alexander erop gebruikt voor het versturen. Onder de postzegel met Willem-Alexander is een vraag gesteld en deze vraag luidt: is ook biseksueel? Ja, waarschijnlijk is dit zo. Maxima is ook biseksueel. Hier zie je de brieven vlak voordat deze de envelop inging. Links de brief aan Hugo de Jonge en rechts gedeeltelijk de brief aan Paul Blokhuis. Ik heb de hele belangrijke brief aan Hugo de Jonge op de rollen gezet en deze hele belangrijke brief zal ik even voorlezen. De brief scrolt langzaam mee. Ik begin. Aan Hugo de Jonge. Hallo Hugo de Jonge, dit is een hele belangrijke brief. Het posten en afgeven bij PostNL van deze brief is vastgelegd op video, voor publicatie op YouTube en dergelijke. Je mag deze brief bespreken met derden. Graag ontving ik dan een informatieve reactie, ook laverend. Hopelijk ontbreekt het niet aan manmoedigheid bij je. Toch niet bang voor eerlijke openheid? Ik verwacht dus een eerlijke, open reactie, informatief en laverend. Ik ben een bescheiden journalist, een vrij beroep. Journalisten moeten gewoon en veilig hun werk kunnen doen. Wangebruik van gezag en macht is ook zware misdaad. Maar goed, ik begin. Internationaal gaat het niet goed met samenlevingen. Over de gehele wereld zijn massa's aan mensen misfits. Onder meer geslachtsdiffusen maken daar onderdeel van uit. In Nederland zitten heel veel geslachtsdiffusen, homoseksuelen, hoog in de hiërarchie. Geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. In de politiek is dit zo, bij de media ook. Bij universiteiten, etc. profiteert men stiekem van een bepaalde kruiwagen. Voorgetrokken zitten in alle sectoren van de Nederlandse samenleving veel geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. Ik heb een lijst gemaakt van personen die mogelijk geslachtsdiffus zijn. Zijn ze allemaal geslachtsdiffus? Welke kun je bevestigen en welke niet? Bijvoorbeeld, is Mark Rutte geslachtsdiffus? Farid Azargan? Michael van Praag? Ben jij, Hugo de Jonge, geslachtsdiffus? Wat precies? Is Mieke van der Wij geslachtsdiffus? Mientjan Faber, Mirjam Bikker, Mona Keizer, Nienke Hogevorst, Nico Kofferman, Onno Ruding, Patrick Lodiers, Paul Blokhuis, Paul Rozenmuller, Paul Reumer, Paul Snabel, Paul Tang, Paul van Buitenen, Peter Ester, Philip Freriks, Pia Dijkstra, Piet Hein Donner, Pieter Broertjes, Pieter Griswis, Pieter Jan Hagens, Pieter Omtzigt, Pieter van Vollenhoven, Prins William, Reinier van Zutphen, is Renske Leijten geslachtsdiffus, Richard de Mors, Richard Korver, Rick Nieman, Rob Tripp, Robert Dijkgraaf, Roger van Bokstel, Ronald Seurensen, Ronald van Raak, Ronnie Nathaniel, Rutger Kastriken, Sander Dekker, Sander van Horen, Saskia Norman de Nijl, Sharon Dijksma, Sietse Fritsma, Sigrid Kaag, Simone Wijmans, Sjoerd van Ramshorst, George Schreuli, Sjoerd Paradijs, Splinter Chabot, Stef Blok, Step Vazen, Suzanne Bosman, Sven Kokkerman, is Sibrand van Haarsma-Buma geslachtsdiffus, Sylvie Meijs, Siewert van Linden, Theo Hiddema, Thierry Baudet, Tom de Graaf, Thijs van den Brink, Tim de Wit, Tineke Huizinga, Tom van het Hek, Tommy Wieringa, Tom Elias, Tom Heerts, Twan Huis, Uri Rosenthal, Ursula von der Leyen, Vera Bergkamp, Vicky Meijer, Wilfried Gené, Willem Vermeend, Willemijn Hubert, Wim de Vilder, Winfried Baaiens, Robine Buijs, is Wopke Hoekstra geslachtsdiffus, Wouter Bos, Wouter Koolmees, Sander van der Wurl, Joep van het Hek, etc. enzovoorts. Zoveel geslachtsdiffusen. Met name biseksuelen. Misschien dat ik een enkeling niet helemaal goed ingeschat heb, maar het overgrote deel zal inderdaad geslachtsdiffus zijn. En schijnhuwelijken.
passen ze schijnhuwelijken toe? Een strijd heterostel suggereren? Bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel? Komt je dit bekend voor? Is het echt een hele hoge drempel om toe te geven geslachtsdiffuus te zijn? De geslachtsdiffuus kan er niets aan doen. De oorzaak ligt bij de ouders. Is Nederland zo sociaal, liberaal en vrij? Nee, onchristelijk. Zoveel geslachtsdiffuus hoog in de hiërarchie. Is dit onder invloed van het geslachtsdiffuus koninklijk huis? Geslachtsdiffuusheid, inclusief biseksualiteit, is erfelijk. Ze stammen toch af van onder andere de biseksuele koning Willem II. De drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zullen ook biseksueel zijn. En wie of wat is nou toch die kruiwagen? Is dat stiekem weg de AIVD-atmosfeer? Staatsveiligheid? Is het GM van de AIVD? Heeft het een bepaalde etnische achtergrond? By the way, ik heb ook die achtergrond. Is er eigenlijk zodoende geen sprake van quasi carrière-tijgerij? Omhooggevallen carrière-tijgers. Het kweekt de afmattende red race. Knuikend voor een dosis mensen, kinderen, volwassenen. Nog een opmerking hierover. De ene homoseksueel, geslachtsdiffuus, laten ze hoogwaardigheidsbekleden worden. En de andere geslachtsdiffuus, door al met al, vervalt bijvoorbeeld tot in de prostitutie. Een hoop geslachtsdiffuus, met name biseksuelen, zitten in de prostitutie. Dat klopt toch? Door dit alles aan te kaarten ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik heb recht op rehabilitaties. Ik ben op het spoor gekomen van dit alles. Onder andere naar aanleiding van een paar gesprekjes met een psycholoog. Ook heb ik contact gehad, en feitelijk heb ik nog steeds contact, met parapsychologen. Parapsychologen in overheidsdienst, van die heb ik onderhavige informatie gekregen. Parapsychologen ondergebracht bij een geheime overheidsdienst. Kun jij en jullie eens onderzoek doen naar al dit hiervoor genoemde? Al die geslachtsdiffuusen, al die would-be carrière-tijgers. Dit kan niet de bedoeling zijn. Wat wel de bedoeling moet zijn, weten genoemde parapsychologen. Wanneer ergens een hetero jongetje geboren wordt, dan wordt ergens anders op een gegeven moment een bijbehorend hetero meisje geboren. Er is dus sprake van voorbestemming. Exact en ideaal is het wanneer genoemde twee op volwassen leeftijd elkaar ontmoeten en bij elkaar blijven. En een leven bestaat uit twee fasen. BDE's bewijzen dit. BDE is bijna doodervaring. Je tweede fase wordt bepaald door je bewustzijn. Een schoon geweten zal baat hebben. Er zijn een heleboel hiernamaalsen. Bijvoorbeeld Willem Holleder komt op een gegeven moment ook in een hiernamaals. Wie wil daarna bij? Foul play wordt er toegepast. Is men hebberig? Asociaal? Antisociaal? Wat zal dit onbewust veroorzaken bij onder andere de jeugd? Wat zal dit onbewust veroorzaken in samenlevingen? Huidige fundamenten, oud en vol met constructiefouten, is levensgevaarlijk. Je moet wat doen. Heel wat namen zijn genoemd in relatie tot het geslachtsdiffuus zijn. Wie en wat kun je bevestigen? Kan jij en jullie wat aan onderzoeksjournalistiek doen wat dit betreft? Hoe moet dit nou opgelost worden? Hoe moet dit gecommuniceerd worden? Hoe moet bijvoorbeeld de media dit brengen? Iedereen op deze wereld moet dit alles toch eigenlijk weten? Dus graag een informatieve reactie. Ook graag dus een laverende reactie, zodat we niet hoeven te echoen. Stalking kan dit onmogelijk zijn. Ruptuur is hierover. Ware getuigenissen zullen aan het gemoed lucht geven. De wal keert het schip. Ik doe dit niet voor geldelijk gewin. We moeten naar geldloze samenlevingen over de gehele wereld. Er moet gekozen worden voor ruilhandel en zo. Iedereen evenveel. Everyone as much. Graag dus je repliek. Doe dit maar per e-mail. Stuur bij voorkeur een e-mail naar story.fact.checker@gmail.com. Mag ik je en jullie anders opbellen? En ja, gun me een interessante scoop. Doe één of meerdere bevestigingen. Je weet zo ongeveer wat bedoeld wordt. Vat het sportief op. Op 6 juli jongstleden was er de moordaanslag op Peter R. de Vries. Wat bestempeld werd als ook een aanslag op de persvrijheid en rechtsstaat. Je moet aan je integriteit denken en niet laf wegduiken. Nogmaals, men is levensgevaarlijk bezig op internationaal niveau. En nogmaals, vat het sportief op. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot van onder andere het YouTube kanaal Factchecker. PS. Kan ik een interview met je krijgen aangaande al het onderhavige?
Zo, dat was het voordragen en showen van de hele belangrijke brief van mijn hand aan Hugo de Jonge. Ik hoop natuurlijk een reactie te mogen ontvangen. Ik zal mijn e-mailbox in de gaten houden. De dominantie is dat van laffe gladde cowboys. Laffe gladde cowboys die er een jamboel van maken. Malafide elite in de breedste zin. Ten slotte kan nog gekeken worden naar het daadwerkelijk in een briefbus van PostNL keeperen van de envelop met daarin de hele belangrijke brieven aan Hugo de Jonge en Paul Blokhuis. Tot kijk. Fact-checker.